Pop, pop. In Polster meteen gewoon. Wauw, wat fijn. Ik ben dezelfde rol krijgen als net. Ik ben groen. Oh, ik ben niet groen. De meest useless. Ik ben snel. Oh, drop moet even komen, gast. Wanneer komt hij? Hij moet gewoon even komen. Gewoon even komen. Ik ben wel al weg. Maar jongens, weet je wat het chill is? Alle fans zijn aangesloten aan elkaar. Letterlijk alle. In deze hele map, alle fans. What the fuck? Ja, heb zat je in de vent? Rampage. Wat gebeurde daar? Oh, damn. Hè? What the fuck? Oh. Ik zag wel wie de laatste kill maakt. Ik ben gewoon vooral benieuwd waarom hoe dit komt. Oh mijn god, wat is er gebeurd? Zit er geen cooldown op of zo? Wat is de deal? Ik zie een wilde Knight in Shining Armor mensen killen. Ja. Ja, zeg gewoon back-to-back ook. Werewolf zijn. Ik heb geen idee wat er gebeurde. Ik liep en ik shankte automatisch mensen. Ja, Dunk was aan het roleplayen en ineens shankte die 3 man voor iedereen's neus. Dat was echt heel weird. Vigilante? Of veteran? Of werewolf, nee, nee, denk ik. Hij versprong werewolf, ook echt. Werewolf. Zeg maar, Duncan versprong echt naar de mensen toen hij die killde. Dus hij killde. Dan heeft hij een werewolf rampage. Dan heb je een hele lage cooldown. Maar die cooldown was toch 10 seconden laatst? Of... Hey, ik vind het echt top dat we nu 6 nieuwe rollen hebben waar niemand iets van snapt. Dus ja, echt nice. Duncan, ben je wel eens gebeten door een chihuahua? Maar gaan we dan Duncan eruit foto? Of in ieder geval is blijk wel leuk. Nee, ik stel voor dat we mij niet eruit stemmen, want ik wil eens gewoon even mijn rol leren kennen. Oké. Nee, ik heb nog meer mensen killen. Maar wat is zijn rol? Kijk, het killen was volgens mij... Ik heb volgens mij geen crewmates gekillt. Ja, maar dan heb je dat. Dan zouden we snel klaar zijn, denk ik. Voorbij. Ja, maar hoe kun jij op automatische piloot 3 imposters killen? Wat is, geen idee. Nee. Maak even een be real, dan kan ik even kijken. Ik ben al geweest. Ik stel gewoon voor, we skipfoten hem. Het mooie was ook nog trouwens, dat ik gewoon... Ik zat zo te zeggen, zo van... Jong man, je kan door alle fans duiken. Zo ging ik naar hun toe, bleef ik doorpraten. Besef ik me nu pas. Dat ze gewoon me door de vent konden horen. Ready, kom. Kom even naar... Ja, ik ben ook gigantisch. Dat is nog het ergste van... Kom even naar beneden. Vader, even weg. Ik wil niet... Nou, iedereen gaat dood hier. Go! Oh. Nee, maakt niet uit. Jullie luisteren ook gewoon mee. Wat zijn jullie voor gekkerts? Ik zeg... Oké, ik moet even cooldown hebben. Ik ga gewoon doen alsof ik op de tafel sta. Oh, joh. Maar jongens, je kan hier dus overal venten. Door de hele map. Dit moet free zijn. Ik wou Duncan killen, maar het ging fout. Oh, huh. Maar wacht. Ben jij doodgemaakt door Duncan? Gebruiken. Jezus. Oh. Ik zag iemand venten in Electrical. Ja, dat was... Oh, nee. Huh? Jawel. Ik weet, dat was gewoon Rudy. Nee, ik was niet in Electrical geweest. Ik hoorde alleen een hond onder in de map. Ik wil nog even zeggen dat je hem niet moet uitstemmen, want hij is 100% Jester. Leg het even uit in de game. Wacht, ja, ik hoor iemand klikken, dus je bent misschien dood. Maar... Oh. Wat is in Electrical? Oké, niet Joost, niet ik, niet Duncan. Schout heet het beneden. Waar is Electrical? Ik open hem boven. Ik zie nergens. Of links, soort van. Ja, tegenover Office. Is dit dan Awesome Dead? Oh, Office, ja. Nee, niet zo doen, Rudy. Maar ik zit gewoon te excluden, weet je wel. Wie, ik stond wie alleen was stil. Ik stond mijn echo instellen. Maar waar was het? Ik was gewoon naar boven gelopen naar die admin. En toen zag ik een vent klepperen in Office. Oh. Wacht, je hebt helemaal niet gereport als Goud natuurlijk. Ja. Ja. Ik denk dat het kan zijn dat we ineens... Zo. We stonden zo bij dat lijk te hangen en ik zei dat tegen Goud, niet reporten. Het doet wacht, niet. Hoezo leeft Duncan nee, trouwens nog? Mijn push-to-talk button is report button volgens mij. Duncan is een ridder, hè? Die heeft armor aan. Kijk, niet zo'n meneer. Stem maar gewoon met je hart, jongens. Stem maar gewoon met je hart. Ik kan ze dat we verliezen, man. Nee, ik skip voor het. Ik ben bang dat ik er om een reden uit word gestemd of zo. Waar stemmen we op? Ik snap er niks van. Jullie waren toch bij elkaar? We stemmen op skip. Duncan is... Yes. Hoe is Duncan nog steeds niet dood, gast? Jullie help. Help. Ik snap het ook niet helemaal. Okay, ik wil gewoon uitleg. Ik ben zo in de war, gelukkig. Ah, oh, fuck me, bro. Goed geacteerd tegen mezelf, man. Fuck me, ik ben gelukkig geen loser. Niemand in de buurt. Oh, verdik. Oh, hij is gefixt. Oh, nevermind. Nevermind. We gaan terug. Ja, veteran kun je alert doen. Mm-hmm. En als iemand... Oh, hij is dus veteran. Oh, dat kan ik gebruiken voor de... Oh. Uh,
Wat gebeurde daar? Jezus. Goud, waar was jij? Luister, ik had een heel goed plan, maar de body werd te vroeg gereport. Ik dacht toch even dat er een shapeshifter was ofzo. Ik was hallway omhoog te gaan. En ik wil dus iemand transporten, gewoon random naar die hallway. Random. Maar ja, ja. Heb je toch een transporter voor nodig? Jawel, want dat is het grappige. Je bent de transporter? Ja, ik ben de transporter. Nee, Joost is de transporter. Ik geloof het onmiddellijk. Nou ja, goud die kwam. Dunken voor mijn neus. Wil je het volledig verhaal weten? Ik was die ene guy die rollen van doden kon overnemen en nu ben ik transporter. Oh, maar waarom kill je dan? Waar? Ja, ik word nu gegast, maar... Ik niet eens door wat je probeerde te zeggen, Rudy. Nee, daarom vroeg ik waar die was, want... Ja, ik ben in de hallway. Ik ben letterlijk in die hallway, weet je wel, decontaminated. Oh. Oké, nou word ik gegast en dan hebben we verloren, maar... ik zag goud killen, dus dat was denk ik een glitch. Dus was jij nog beneden, was jij aan het glitchen? Maar hij is nu toch gewoon evil guest als glitch. Ik denk als transporter. Ja, dat is toch een transporter. Oh, transporter. Ja. Ah, dan... Ja, kill mij ook maar dan. Ja, was jij dan glitch? Skeptrek, Awesome Daddy, Duncan en Rudy waren bij elkaar. Ik loop een seconde weg en goudbox komt hier. Skep was er niet. Skep was ook niet. Dan was Skep de glitch. Wacht, wat? Skep, Joost of Skep. Als goud niet heeft gekild, hè, dan is er een glitch. Ja. Joost. Joost. Wat ben jij? Ja, ik ga het niet zeggen, want Goudbok is net ge-evil guest. Als ik nu mijn rol ga exposen, ben ik ook dood. Wacht maar, jongens, Rudy. Meijer kan dubbel foto, toch? Ja, mijn daddy weet wat ik ben. Dus hij kan mij gewoon evil guest als hij bad is. Ik hoor iemand cyclen, jongen. Skep zit te klikken. Wat? Ik hoorde hem echt lijmoord klikken. Ik kan je ook gewoon... Ja, ik klik Skep. Nee, what the fuck? Ik kan toch niet uitgestemd worden omdat ik aan het klikken ben op mijn muis? Ik ben... Wat is dit? Nee, oh mijn god, hoe ben ik doodgegaan op deze manier, gast? Is dit een 1v1 tussen jullie, of zijn er twee onschuldigen en... Oh mijn god. Ik ben de hele tijd bij jou geweest. Nee, maar Skep, ben je evil guesser? Ja, ik was evil guesser, het spijt me. Nee, hij gaat reporten. Maar hoe was het trouwens duidelijk dat... Oh, Rudy was wel engineer. Ah, ik was helemaal vergeten. Jij bent lame. Oh mijn god. Ja, toch wel, Joost. Ja, dat was ook leuk. Dat is gewoon dat klikken was te mooi om niet te stemmen. Oh, Joost, ik was in Boston, holy shit. Ja, ik was ook aan het dingen.